Windows 2012-7, namelijk NIC Teaming, dat is het bundelen van netwerkkaarten alsof dat ze één netwerkkaart zijn. Dat heet ook wel eens channel bonding in Linux of um, link aggregation, als je poorten gaat samen nemen. Vroeger moest dat zo zijn dat de fabrikant de drivers leverde om dat met zijn netwerkkaarten te kunnen doen, dat NIC Teaming. Dus nu is dat geïntegreerd in het OS, waardoor dat je eender welke kaart kunt combineren we gaan dat dus uh, in onze virtuele machine doen door een nieuw netwerk aan te maken. Dus ik ga een nieuw virtueel netwerk maken en die netwerkkaarten ga ik uh, als uh, teaming instellen. Ik geef een adres aan mijn DHCP-server. Dat is niet zo heel belangrijk in dezelfde range als ik uh, mijn adapter heb staan. Dus bijvoorbeeld 58.100 deelt de adressen uit. Mijn netwerk is een klasse C. Netwerk en ik ga mijn DHCP server de adressen laten uitdelen van 58.101 tot en uh, met 58.200. Wanneer ik OK klik dan gaat hij de virtuele, een virtuele adapter aanmaken uh, binnen dat netwerk, hè. dus een host-only netwerk heb je dan. Mijn host kan dus met de guest communiceren via dat netwerk. Ik maak twee netwerkkaarten aan in mijn guest op mijn nieuwe netwerk. En ik start mijn machine op met die netwerkkaarten. Die gaan dus automatisch een adres toegekend krijgen. Voilà, dat opstarten is al klaar. En ik ga naar Nick Teaming en ik klik op de disabled. Je kan hier rechtsonder adapters selecteren en dan een team uh, daarmee aanmaken. Of linksonder een nieuw team aanmaken en adapters toekennen. Je kan het ook remote bij een uh, andere server. Dus ik ga een nieuw team aanmaken. Ik geef een naam: Nick Team 1. En ik zeg: die twee kaarten ga ik toevoegen. Nu, dan zijn er de uh, extra parameters die ik kan meegeven. Standaard gaat die ingesteld zijn op Switch Independent. Dan maakt hij dat je die kan verbinden met verschillende switchen. Want hij weet dan eigenlijk niet, of die switch is eigenlijk dom en die weet niet dat er teams zijn, dat er poorten gegroepeerd zijn in het systeem. Dus wat is er nog mogelijk? Static teaming, dat is dat je gaat zeggen bij de switch, die twee poorten bijvoorbeeld, die ga je als teaming instellen. En bij de computer doe je dat ook. Die twee poorten ga je als teaming instellen. En static gaat dan gewoon altijd die twee poorten gebruiken. Zwakke bij static is dat hij dat ook gaat doen als er fouten optreden over die poort. Uh, vandaar dat er LACP ontstaan is: Link Aggregation Control Protocol. Uh, dat gaat eigenlijk tussen de switchen en de server, gaat die constant met pakketjes naar blijven kijken of die lijnen wel oké okay zijn. En die gaat dus dynamisch dat aanpassen. Als er dan een lijn een error geeft, ja, dan gaat hij die niet meer gebruiken. Dat is LACP, dat is dus efficiënter. Een andere ding dat je kan instellen is eigenlijk de load balancing mode. Is de manier waarop hij zijn verkeer gaat verdelen. Het is dus zo dat hij eigenlijk pakketjes gaat sturen naar, sowieso naar één van de netwerkkaarten dat er zijn. Hoe doet hij dat? Hij gaat een, uh, kan een hash maken, een adres hash. Daar gaat hij de IP-adressen, MAC-adressen en poorten gebruiken. Mac neemt daar een hash van. Alle pakketten die daar langskomen, die worden naar dezelfde netwerkkaart gestuurd. Voor Hyper-V gaat hij dan het uh, MAC-adres van de Hyper-V switch nemen om te kiezen welke kaart hij daarna stuurt. Waarom moet hij dat hebben, die hash? Omdat hij, je kan niet naar verschillende kaarten sturen, want dan moet hij zelf beginnen de, de nummertjes van de pakketten herschikken. En dat kost te veel tijd. Ik stel ze nu hierin als active-active, dus dat is de laatste keuze. Um, dat betekent dat ik mijn twee kaarten eigenlijk tegelijk ga gebruiken. Uh, en dat ga ik nu eens laten zien nu wat het effect is op de adapter. Dus hij gaat een nieuwe adapter aanmaken, namelijk de NIC10 adapter, waarop dat hij eigenlijk alles gaat uh, ontvangen. Je zou denken bij Active, Active dat hij dan, uh, als hij zoals hier, twee kaarten van 1 gigabit per seconde heeft, dat hij dan 2 gigabit per seconde erdoor kan jagen. Dat is niet altijd waar. Als er maar één host verbonden is met uw kaart, dan kan die maximum 1 gigabit per seconde hebben. Namelijk de snelheid van één kaart. Want een host wordt sowieso doorgestuurd naar één van de twee kaarten. Met twee hosts die dat verbonden zouden zijn, dan krijg je, uh, krijgt elk van de hosts maximum 1 gigabit per seconde um, over een aparte kaart dan. Dat, dat soort loadbalancing zit er eigenlijk op. Je ziet als ik mijn uh, nick-teaming verwijder dat er dan terug de gewone adapters ingevuld staan met mijn 101 en 102 adres dat die gekregen hebben. Wat ik nu ga doen is eigenlijk het identiek hetzelfde, maar ik ga nu de tweede adapter, de laatste adapter eigenlijk, als stand-by adapter nemen. Dat betekent dat ik mijn derde adapter ga gebruiken als actieve adapter. Dus ik heet mijn team Nick stand-by. En ik stel de laatste adapter in. Bij de laatste keuze optie als uh, standby. Dus hij gaat nu altijd de eerste uh, adapter gebruiken. Moest die uitvallen en dat ga ik zelfs testen, dan zal hij overschakelen op die tweede. Dan wordt die pas actief. Uh, wat maakt dat in mijn vorige voorbeeld van? Er zijn twee hosts die dat verbinden met mijn uh, NIC-team. Uh, die twee hosts die kunnen maximum 1 gigabit per seconde krijgen, want er is altijd maar één van de twee adapters die dat actief is. Dus die zullen dat moeten delen als ze met twee zijn, die krijgen maar de helft ervan. Dus ik ga nu, dit zijn de kaarten dat er zijn, en ik ga nu even een, een ping uh, blijven doen. En terwijl die ping bezig is, ga ik een van die twee adapters uitschakelen, dus mijn eerste adapter. Uitschakelen en dan zal je zien dat hij overschakelt naar de tweede adapter. Qua communicatie kan ik dan nu met ping alleszins niet zien dat daar iets is misgelopen, maar in mijn server manager gaat hij een warning geven: gaat hij zeggen van hey, er is iets misgelopen met die poort en ik nu is die tweede actief geworden.